van Bolstar. Jullie weten allemaal, ik heet Sil. En ik wil je vandaag eens meenemen eigenlijk in het verhaal. Hoe is het om in een groep te moeten spreken? Dan heb ik het wel op een groep op Messenger, noemt dat zeker, van Facebook. Of in andere chats. Ook face-to-face spreken eigenlijk. Dus gewoon live gaan met mensen. Hoe dat is eigenlijk. Je moet het eigenlijk een beetje voorstellen dat je met twee mensen aan het praten bent. Eigenlijk, wij doen het nu met een stuk of 19 natuurlijk. Hoe dat eigenlijk is voor mij. Je moet dat voorbeeld. Dus pak nu, ik zit hier aan de lens en jij kan mij zien en ik kan jou ook zien. Maar we kennen elkaar eigenlijk ook gewoon alleen maar van zo te zien eigenlijk van het scherm. Dan maakt het al heel moeilijk om met jou over te praten eigenlijk. Ik doe mijn best wel om dan te spreken. Dat gaat dan nog. Maar vanaf dat er dus mensen bij komen, je hebt altijd mensen, je hebt een team eigenlijk. Je hebt een deel mensen die constant spreken. Je hebt een paar mensen die altijd zeggen van, hey, we willen wel iets zeggen, we hebben iets te zeggen, maar we krijgen het er niet boven. Dat heb ik heel vaak voor eigenlijk. Maar ook omdat het voor mij in mijn hersen gaat door van ja, een beetje beschermd van ja, wat kan ik zeggen, wat moet ik zeggen over mezelf? Wat gaat die persoon niet denken als ik iets spreek? Hoe gaat hij over mij denken? Gaat hij naar kijken naar mij? Wat denkt hij van mij? Dat gaat allemaal om in mijn hoofd op dat moment. En dan denk ik al van nee, we kunnen een beetje zwijgen, want je weet, wat gaan die mensen maar niet denken van mij? En dan zwijg ik ook gewoon. En ik zit nu in Team Positief. Team Positief, je ziet al mijn naam, Bolstar Team Positief. Het zijn allemaal leuke mensen daar niet van. Maar het is niet altijd heel gemakkelijk om te spreken eigenlijk. Ook omdat ik de meeste mensen ken ik van TikTok. Niet echt al echt gezien. Het is niet dat ze elke dag voorbij passeren eigenlijk. Dat maakt het soms wel moeilijk eigenlijk om te praten. Ik heb nu vandaag voor de eerste keer iemand gebeld die er ook in zat. Twee mensen trouwens. En ah ja, dat weet ik al. Die kennen mij, die weten wie ik ben. En dat gaat wel vlot als je het alleen doet. Maar als je het met acht moet doen, dan is het soms wel moeilijk. En ik doe mijn best wel om aanwezig te zijn. Maar ik ben meer zo een knikker. Ik ken dan wel. Oké, okay, heb ik gesnapt. Nou, ik ben akkoord. Nou, ik ben niet akkoord. Zo'n dingen. En dan maakt het ons heel moeilijk om te spreken. Dus ik moet nog echt leren van... hallo, ik wil ook nog iets zeggen. Vergeet mij niet. Maar dat maakt het ons ook heel moeilijk. En je merkt ook dat ik daar niet gewoon ben. Ik ben daar ook niet gewoon. School ook. Als ik met heel veel mensen bij ben, dan denk ik... Oké, ik wil ook aan het woord. Maar ik kan dat niet gewoon verwoorden en aanduiden van... Ik wil ook iets zeggen. En dat maakt het ons wel heel moeilijk in een groepgesprek. Dus dat had ik ook in het begin vroeger. Ik heb eigenlijk altijd wel wat in een groepgesprek gehad. En dat liep altijd fout bij mij. Waarom? Omdat ik niet goed weet wanneer iets zeggen, wanneer niet. Wanneer mag je dat zeggen, wanneer dat niet. En ik denk dat iedereen dat ook wel heeft zonder autisme soms wel. Die verlegen zijn. Ik heb daar nog meer met mijn autisme. Want ik moet nog meer mij laten zien, openstellen. En dat is heel moeilijk eigenlijk op dat moment. Dan maakt het heel moeilijk om mij helemaal open te stellen. Ik doe mijn best wel om me open te stellen. Ik zal altijd wel het beste van mezelf laten zien. Wat wel een voordeel is natuurlijk dat ze mij in het team hebben. Ik ben eerlijk, ik ben te vertrouwen. Ik zie ook allemaal rap meer dingen. Maar ik ben natuurlijk, ja, het nadeel is dat ik natuurlijk heel prikkels oploop op dat vlak. Maar ja, ze kunnen me extra vertrouwen. Ook op het vlak van doorzeggen en zo van alles. Dat is natuurlijk niet altijd heel gemakkelijk natuurlijk. En ik denk, ik zie jou denken van, wat doet hij nu allemaal en zo van die dingen allemaal. Ik heb dat ook trouwens met bekende mensen. Ik heb dat gehad met Emiel. Jullie kennen hem allemaal wel van Forever. Ik zag die ook heel wat pakseren. En ik had van, ja, ik ga die aanspreken, ik ga die aanspreken. Ik die gewoon nooit. Totdat mijn mama uiteindelijk het initiatief genomen heeft om die aan te spreken. En om te zeggen van, kijk, ik ga die aanspreken. Ik kan zeggen van, ja... Mijn zoon weer op de foto. Dat is ook al heel vaak gebeurd. Soms loopt het ook wel direct goed met de mensen. Er zijn ook mensen, bijvoorbeeld met Jana, Inge de Vogelaren. Die had ik op Instagram. En ik stuurde op voorhand van, ik ga komen. Je weet, ik heb dat en dat en dat en dat. Maar het grootste voorbeeld is eigenlijk Gieten. Gieten stond de vorige keer voor de deur. Ik wist totaal van niets. Dat is niet gespeeld. Dat is echt gebeurd allemaal. Dat is niet gespeeld. Ik wist totaal dat hij voor de deur stond. En ja, dat was heel moeilijk om te communiceren, want ik ken haar wel van TikTok, ik ken haar ook van Instagram. En dan was ze van, oké, ik wil van alles zeggen.
ze gaf me ook de tijd om het te zeggen, maar wat moet ik zeggen? Ik schoot in paniek eigenlijk. En ik wil dat gewoon de volgende keer, als ik haar nog eens zie, want ik kom nu zo na de corona. Ik hoop natuurlijk dat ik ze nog rapper zie, maar ja, dat weet je natuurlijk op voorhand. Om dat beter te doen eigenlijk, om dat beter te doen. Maar het probleem is natuurlijk, ik weet natuurlijk niet wanneer ze komt, omdat dat altijd een verrassing is natuurlijk. Wat ook zoiets is, bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Pak nu, ik weet nu wel dat ze voor de deur staat. Ik weet nu dat Gieten voor de deur staat. Of Kathleen, mag niet uit wie. Gewoon een bekende Vlaming staat voor de deur. En ik weet dat wel op voorhand. Dan kan ik in mijn hersenen al een beetje voorbereiden. Ah ja, bijvoorbeeld zeg maar iets. Volgende week, zaterdag, komt bijvoorbeeld Kathleen Aerts naar hier. Maar ze zou mogen haasten. dat kan ik wel voorbereiden. Ah ja, ik wil een foto vragen. Ga ik ze binnen vragen? Dan kan ik dat allemaal een beetje afwegen. Van ah ja, wat ga je doen en wat niet. En dan doe ik dat constant in mijn hoofd van alles voorbereiden. En als dan die andere bel staat, die de deur staat, zou ik ook wel zenuwachtig zijn. Maar ik zou meer kunnen spreken eigenlijk. Dan, dan oortjes. Ik denk dat als Kathleen deze beelden ziet, dat ze denkt, ah ja, weet je nog, bij de reisbeurs heb je niet... Allee, dat was de allereerste keer bij K3 toen ik zag voor de eerste keer Kathleen Aerts. Bij de reisbeurs hier in... hier is Sint-Niklaas. En ik wil vragen om op een foto te gaan. En ik sprak zo... Dat zei ik tegen Kathleen. En Kathleen begreep me toch dus. Maar ja, dat is het ergste geval dat ik kan meemaken. Het goede geval is eigenlijk dat ik dus gewoon spreek. Dus ja, dat is een beetje een voorbeeld. Ik wil niet dat je lacht met mij, maar... Dus dat is eigenlijk een beetje een voorbeeld wat er dan gebeurt. En ik weet dat is lastig, maar ik kan daar niks aan doen. Ik heb ook al mensen gehad die me dan op Facebook of gewoon via Instagram kennen, die me dan aanspreken en ik wil dan iets zeggen en dat lukt niet. Dat is ook al heel vaak gebeurd en dan voel ik me ook beschaamd. Of die zeggen van, jij spreekt mij niet aan als je me ziet, maar zo maar het. Dan denk ik in mijn eigen, ja sorry, ik zal je nooit aanspreken. Ik heb daar schrik voor, ik kan daar niet aan doen. Dat is mijn ding, ja. Dat is het probleem en dat is soms ook wel heel beschamelijk. Dus als je mij ziet, spreek me aan. Ik kan me op de foto, allemaal geen probleem. Maar verwacht niet dat ik jou ga aanspreken. Tenzij natuurlijk dat ik die persoon... dus dit dat je dat weet. Dus ik hoop dat je er allemaal een beetje mee rekening kunt houden. Ik hoop dat het je ook een beetje meer informatie geeft. Zijn er nog vragen? Laat ze gewoon hieronder. Dus heb je van transitievragen? Heb je over mijn autisme vragen? Zeg je van over dat thema, ben ik in spreek over autisme? Laat het allemaal hieronder. En als het hieronder verschijnt, dan kan ik daar een video van maken. Zeg je nu van, ik heb geen YouTube, maar ik kan wel kijken. Dat kan ook. Ik heb Instagram, ik heb Twitter, ik heb TikTok en ik heb ook nog Facebook. Dus je kunt me overal bereiken. Allemaal Bolstar. Eerst Bolstar officieel, bij sommigen is Bolstar positief. Team positief. Maar je vindt me altijd. Dus sowieso. Dus, en als je vragen hebt, je mag me er altijd op contacteren. Ik heb ook live op TikTok. Zie je mijn live en je hebt vragen, kom er gewoon in. Stel de vraag. Ik voel me daar niet beschaamd in. Stel gewoon de vraag. En dan kan ik daar over voorbereiden. Dat is de bedoeling een beetje. Want nu met al die, ook een beetje door de corona, is het niet gemakkelijk om altijd een video te maken. Mijn dagelijks leven ziet er eigenlijk altijd hetzelfde uit. En nu met die vakantie eraan komt ook. Dus ik zeg, als je vragen hebt, stel ze. En ze wordt beantwoord. Dus ik hoop dat dit een beetje duidelijk was voor jou. Vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.